Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Art, hoe is het gevoel na deze uitspraak? Ja, waardeloos. Met de hoofdletter W. Dat mogen duidelijk zijn, heel teleurgesteld. Zie je, op het moment dat je een rechtszaak aangaat, op kort geding, die kan je winnen en verliezen. We gingen met een behoorlijk achterstand deze zaak in. Dus op zich is dat niet verrassend. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ontzettend teleurgesteld zijn. Eigenlijk een beetje de kampioen die geen kampioen mag worden. En dat voelt heel slecht. Waar baal je het meeste van vanavond? Nou, vanavond niet zozeer, want ja, de reglementen zijn duidelijk. De rechter is daar heel duidelijk over geweest. De KNVB beslist. Ik blijf het echt heel teleurstellend vinden dat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond een besluit neemt op basis van juridische argumenten en afwegingen en niet de sportieve. En dat frustreert misschien nog wel het meest. Ja, want dat sportieve aspect dat kwam vanavond eigenlijk helemaal niet aan bod, hè? Nee, dat kwam vanavond niet meer aan bod. Vanavond ging het gewoon keihard over de reglementen. En daar was 1-3 woorden heel duidelijk. De KNVB beslist. En hoe nu verder, Art? Nou, we hebben de afgelopen weken gezien wat er allemaal losgekomen is bij Cambuur. Wat voor club wij zijn, met wat voor supporters, wat voor sponsors, wat voor medewerkers, wat voor vrijwilligers. Daar haal je natuurlijk ontzettend veel kracht uit. En die kracht moeten we ook om gaan zetten naar energie, naar volgend jaar. Hoe moeilijk dat nu ook voelt. Dat voelt zo onrechtvaardig en ver weg. Van ja, kunnen we dan een keer met de kop schudden en we gaan weer door. Dat zal ook echt wel even nodig hebben. Maar we moeten wel als club door. We hebben ongelofelijke uitdagingen als het gaat om de coronacrisis. Komt deze klap overeen. En toch zullen we door moeten. Dus ik besef me heel goed dat wij een groot beroep gaan doen op de loyaliteit van onze supporters. Al veel uitgesproken. Op de loyaliteit van onze sponsoren. Help ons door deze tijd heen. Waar je ook maar kan. En als je dat niet kan, geen probleem. Je bent altijd welkom. Maar als je ons wel kan helpen, doe dat. En dat heb ik de afgelopen weken gezien. En dat gevoel kan ik wel mee verder. Al voelt het op dit moment echt nog heel slecht. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Cambuur is dichter bij elkaar dan ooit, denk ik, hè? Dat is denk ik de juiste conclusie. Dat is het mooie van deze periode. We staan schouder aan schouder en daar zullen we de komende periode ook doorheen gaan met z'n allen. En we zullen elkaar ook nodig hebben, want dit zijn diepe wonden die geslagen zijn.